Er reizen bezorgdheden over koning Willem-Alexander, volgens een paleisbron van het Duitse Echo der Vrouw. Geruchten suggereren dat de koning met een depressie worstelt, grotendeels toe te schrijven aan de intense zorgen om dochter Amalia. De paleisbron beweert dat Willem-Alexander geen schim meer van zichzelf is, en de zware last van bezorgdheid over de veiligheid en het welzijn van prinses Amalia heeft zijn mentale welzijn aangetast. Deze situatie doet denken aan het verleden van de koninklijke familie, waarin prins Klaus. De vader van Willem Alexander, ook met een depressie worstelde. In een eerder interview ter ere van zijn vijftigste verjaardag sprak Willem Alexander openlijk over de uitdagingen die gepaard gaan met depressie in de familie. Hij reflecteerde op de moeilijkheden van de puberteit en het feit dat het afzetten tegen een zieke vader een complexe taak was. De koningin, Maxima, heeft ook persoonlijke ervaring met depressie, met het tragische verlies van haar jongste zusje Ines, die in 2018 een einde aan haar leven maakte. Maxima deelde destijds haar emotionele worstelingen en de hoop dat Ines nu vrede heeft gevonden. Deze familiegeschiedenis lijkt nu zijn tol te eisen op het koninklijke echtpaar, te midden van de bezorgdheden om hun oudste dochter.